Yo gasten, de King 77, oftewel King Alert hier vanuit mijn hotelkamer in Los Angeles. Ik ben weer op de E3 aanwezig in Los Angeles, dankzij Activision. Op uitnodiging van hun ben ik hier weer en ik moet zeggen, dikke shout-out naar hun, alles weer fantastisch geregeld, dik hotel, et cetera, et cetera. Maar dat zie je allemaal in de vlogs. Want dit gaat natuurlijk over Call of Duty World War II, die straks in november eruit gaat komen. En ik heb hem al mogen spelen vanmorgen in een setting met meerdere YouTubers. Eigenlijk alleen maar YouTubers, met LEA, met weet ik veel wie allemaal, met Team Mart en allemaal competitive spelers. Jaraski en zo waren natuurlijk ook en zo. En echt, het is dan heel moeilijk natuurlijk om echt heel goed te gaan. Maar ik ging niet eens zo slecht. Dit is de nieuwe game mode War. Operation Breakout is dit. En objective-based game mode kom ik op terug om het uitgebreider te stellen wat het precies inhoudt. Dit is puur om jullie te laten zien wat, gewoon hoe de game eigenlijk werkt, de game zelf, hè, de physics, hoe het eruit ziet, het geluid, etc. Het is niet heel in-depth, dat kom ik nog op terug. Ik kan wel vast zeggen waar ik mee speel. Ik speel met de bar, je hebt natuurlijk verschillende division, je speelt met infantry hier, je hebt airborne, je hebt armored, je hebt mountain en je hebt expeditionary, geloof ik heet die andere. En ja, ik speel met de bar hier, ik speel dus met infantry 2, die waren gewoon pre-installed klassen, om zo maar te zeggen, gewoon helemaal ingesteld voor ons. En een baas van een wapen. Je gaat zo kijken naar de gameplay zonder dat je mij hoort, want ik vind dat je gewoon moet genieten van de gameplay en moet ervaren met geluid zoals ik hem ook speelde. Super vet. Ik ben er heel erg enthousiast over de game. Gewoon weer boots on the motherfucking ground, waar we al heel lang om smeken. En het is eindelijk gelukt. Sledgehammer. Dit gaat denk ik echt een heel vet Call of Duty jaar worden. Check ook hoe vet nu het stukje van de gameplay en kijk gewoon af. Tot de volgende commentary. Bye bye. Until enemy reinforcements! Get that command, folks! Get that command, folks! Oh, 30 seconds left! Fighting for the command post! Oh. 10 seconds left! Taking the command post! Fire! Cloud Intel's gonna help win the war. Build a bridge to replace the one the Cloud destroyed. Then we can advance. Ammo! Bridge is being built! I'm reloading! Moving, soldiers! Build that bridge! On fire! Oh. Shit! He's not gonna make it! Building the bridge! In progress. Everyone's building the bridge. Man down, man down. Build the bridge so we can advance.